wel een beetje keuren. Dus het is precies dat je, als je precies weet hoe, dan doet hij het goed, maar anders is het gevaarlijk. Oh, echt, dit soort dagen. Aan de ene kant denk ik, yes, alles is gedaan. Aan de andere kant denk ik, moet het nou? Ik vind het zo leuk, dit. Echt. En toen dacht ik, we zouden nog... Goedemorgen, het is zaterdag. Zondag. Zaterdag. En we hebben lekker croissantjes met worstjes. En ik heb thee en dat heeft Marco gemaakt. En het is voor mij nog een beetje heet. Ik vind het zelfs handig heet. Oh, ik ben blij trouwens dat jij ontbijt hebt gemaakt, want ik sta eigenlijk ook lang in de keuken. Ik ga dadelijk kippensoep maken. Goedemorgen. Mijn vader mocht van mij een tekening uitzoeken die hij mag krassen. En papa heeft deze gekozen. We gaan filmen hoe papa heel deze tekening gaat krassen. En niet echt krassen natuurlijk, want we doen het met zo'n pen. Dan moet je er netjes overheen gaan. En dan krijg je van die regenboogkleurtjes. Wat dan wel dom van mij was dat ik was vergeten te filmen hoe papa alles ging inkleuren. En dat ga ik jullie nu eventjes laten zien. Dit is de tekening van papa geworden. Die hartjes natuurlijk allemaal ingekleurd en er randjes over gedaan. Hier heb ik papa gezien. En natuurlijk, dit was en hun zijn verliefd. Ik heb de vlog een beetje geopend. Oh, ik had ook de vlog al geopend. Ja, ik had het al geleerd. Ik ga kipsoep maken. Oh, en je mag de kippenbouten wel pakken uit de koelkast. Ik denk wel dat er nog iets op die doos staat, de verpakking. Maar dat maakt niet uit. Ik ga water aan de kook brengen en dan de bouten koken. Nu doe ik altijd 2 uur koken. Om de bloem van te trekken. Ja, lukt dat, man? Oh, je hebt ze. Goed, dan gewoon wat met je kamertemperatuur. Want we gaan er pas in als het water aan de kook is. Mag ik ineens waar en melken? Nee, dan doe ik even het gas aansteken. Dat vind ik nog sowieso. Welke stand moet hij? Ja, gewoon zo. Maar dit fornuis heeft best wel een beetje keuren. Dus het is precies dat je, als je precies weet hoe, dan doet hij het goed, maar anders is het gevaarlijk. Nee, blijf maar van de rest van de knopjes af. Voordat je zomaar gastaak aanzet op de een of andere manier. Dus dit water moet eerst aan de kook. Dus dat duurt nog heel even. Niet doen, dat is gevaarlijk. Ik denk niks gevaarlijks hoor. Je doet tegen je been. Nee, ik zit met de achterkant. Ik zat niet aan. Ik weet echt wel wat ik doe. Je hebt geen... Ik heb toch een trui aan? Je hebt ook geen been. Ik heb wel een been aan. Akawanda. Je kunstwerk voor Mila is dat toch? Nee. Nee, is dat niet je kunstwerk voor Mila? Die je zo mooi aan het verven bent. Ik ben gewoon aan het verven thuis. Oh. Nou, ik vind hem wel heel mooi worden. Mijn soep begint ergens op te lijken. Ik heb het kipje net uitgehaald. Die ligt uit te stomen. Die ga ik zo plukken. En dit wordt de bouillon. De groente gaat nu even koken. Oh, ik heb hier zo'n trek in voor vanavond. Echt. En ik ben dubbel. Zo lekker. Ja, jij wel. Soep staat klaar, verfproject is af. Nu even proberen de verfresten van die mat af te krijgen. Marco heeft ondertussen een kozijn geverfd boven, wat al heel lang geverfd moest worden. Even denken, ik heb nog een kast uitgeruimd, even een gedeelte uitgezocht, want als beer gaat naar buiten. En die bak was er niet vol. Ik denk, nou, dan ga ik gelijk even een stuk uitzoeken. Dus daar is heel veel van weg, alleen nu is de bak vol. Dus dan komt de rest later alweer. Het ruimt in ieder geval alweer een stuk op. Dus die verfhaas zijn er redelijk vanaf. Het gaat er makkelijker af dan wat ik dacht. Daar ben ik wel blij om, want zij had dus ook op de pyjama shirt net wat. Maar dat moet er dan ook wel afgaan, denk ik, in de was. Die staat te draaien. En oh, ik heb zo'n trek in die soep. Echt, ik kan niet wachten tot het etenstijd is.
Maar goed, we gaan eerst de groenmeter nog ophangen. En dan gaan ze Marco het konijn nog doen. Oh, echt, dit soort dagen. Aan de ene kant denk ik, yes, alles is gedaan. Aan de andere kant denk ik, pff, moet het nou. Oh, bijna verlicht. Maar dit is dus Sarah der Kunstwerk werk geschilderd voor Mila geworden. Alleen op beeld komt het heel raar over op de een of andere manier. Hij werd heel donker, terwijl het echt is die vrij fel. En nu gaan we de zondagavond goed beginnen. We gaan I Can See Your Voice kijken. Wij nemen hem elke keer op donderdag en dan kijken we wanneer het uitkomt. Eigenlijk al kan ik live kijken, dan neem ik nog vaak dingen op. Want als je nou onverwachts gebeld wordt of wat dan ook, of het komt niet uit om te kijken, dan kan je het altijd vanuit je opnames kijken. En dat werkt echt perfect. Max, even wat aan het pakken. En dan gaan we kijken. Ik vind het zo leuk dit. Echt top. En morgen komt weer een nieuwe aflevering. Married at First Sight. En echt, ik kan niet wachten. Ik wil zo graag elke keer weten hoe het verder gaat. Echt niet normaal. Sarah heeft vandaag, en ik weet niet of zij dat heeft laten zien, maar deze van Sinterklaas gekregen. Dat is geen kleurboek, maar zo'n krasblok. Dus het zijn allemaal net met die dingen van die zwarte platen. En waar je het dan uitkleurt, dan krijg je kleurtjes. Dat is wel heel leuk. Dus ze had er al heel veel gemaakt. Maar toen wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. En toen dacht ik, we zouden nog versieren voor Sinterklaas. Alleen toen gingen we de muren stukken. En toen is het er eigenlijk niet van gekomen, omdat we natuurlijk overal spullen lagen. Dus nou had ik bedacht, als ik ze nou hier op de deur allemaal ophang. Dan hebben we vast een klein beetje themaversiering. En even kijken of het morgen lukt of zo om de rest van de kamer te versieren. Maar ik denk dat dit wel even gezellig is voor nu. Ik ga ze gewoon echt random ophangen. Het zijn er nu nog maar een aantal, maar in het blok zitten er natuurlijk veel meer. Dus ze zal morgen ongetwijfeld ook wel eentje weer doen. Dat wel heel gezellig is voor nu om in de stemming te komen. Dus kijk, het is wel fleurig zo. Hij is nog een beetje in doel. Nou, er zit er nog heel veel in, dus er kunnen er nog heel veel bij komen. Ga een beetje doen niet wat ik wil. Ja, ik vind het echt leuk staan zo. Kijk. Dan is het zo, en dan kunnen we er nog bij. Want er zit er nog wel aardig wat in het blok. Even kijken. Kijk, nog een hele stapel. Dus dan kunnen we misschien deze deur ook nog doen. Dus dan is het voor nu, tijdens Sinterklaas, dadelijk helemaal vol. Dan gaat hij gewoon tot onder aan twee deuren. Ik mag er morgen weer aan gaan geloven. En weer vroeg mijn bed uit. En dat vind ik echt niet leuk. Want ik hou niet van vroeg opstaan. Maar goed, school belangrijk, dus daar doen we het voor. Even weer het licht in. Dus ik wil nog even de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!